kijkers en welkom weer op met een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tien Remus, ik ben pas wakker, mijn schat is pas wakker. En ik heb al de vlog van gisteren in elkaar gestoken, ja, de wandelvlog. En iedereen ook hier is een goeiemorgen gewenst, goeiemorgen Asseltik, goeiemorgen Emiel, goeiemorgen Louis, goeiemorgen Ruben S, goeiemorgen Stefanos Pleis, goeiemorgen Trost en goeiemorgen Pierenti. La, 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 la. Ah. En dat is ook eigenlijk een goeie wat Liesje zegt. Waar moeten wij de vragen aan Bea stellen als we deze niet via jou mogen stellen? Dat is een goeie. Zal ik eens een overleg doen met mijn schatje hoe we dat kunnen gaan oplossen? Maar dat gebeurt achter de schermen. Voilà. Goedemorgen allemaal. Ik ben dus direct er tegenaan gevlogen, dus voor de vlog helemaal in de kanten te steken, zelfs met muziek. Dus dat is weer al goed gelukt. Ja, de verslaving blijft maar aanhouden, dus ik ga zeg het. Oh, goedemorgen. Hoe noemt dat spel weer? Rummy Cup spelen, ja. Rummy Cup spelen. En dan, ja. Kijken wie er gaat winnen, hè. Want gisteren hebben we ook nog redelijk wat gerummy cupt. Ik en Chris. Ik sta nu momenteel op 7 winst. Wat heel weinig is. Tegen Chris, hè. En 10, 20, 21 winsten voor Chris. Dus ik sta daar redelijk fel achter. Dan hebben we nog Rummy Cup Bea Dimitri. Daar is het 2-4 voor mij. Dus 2 voor Bea, 4 voor mij. En dan hebben we nog Rummy Cup Chris Bea Dimi. En daar staat Chris ook weer al op voorsprong met 3 winsten. Oho. Gaat allemaal wel hard. Ik ga nu de placemat nemen als ik die vind. Ja, daar staat ook mijn drone op. Dan ga ik het hier eens wat plaats maken. Zodat ik het mesje, die kan weg. De verzorging kan weg. Dit hou ik bij. Hou ik niet weg. Ik heb het niet gebruikt, normaal gezien ging ik het vandaag gebruiken. Niet gebruikt. Ja, eigenlijk gisteren gebruiken of vandaag. Maar niet gebruikt. Dan zal ik eens kijken wat hier nog van de tafel kan. Dan niks meer. Jawel, mijn lat. Uw lat. Ja, mijn lat, mijn meelat. Mijn lat van Liesje aan de vraag. Ja. Ik kan niet op alles beantwoorden, ook al wel ze het weten. Vanaf nu weten jullie het. Zelfs... als er privé dingen tussen staan als vraag, dan ga ik daar niet op antwoorden. Ik heb mijn eigen privé. Oké. Okay, moet ik opnieuw... Dus als het over seks of zo zou gaan, dan krijgen ze geen antwoord. Voilà, dan weten jullie het ook. Moet ik dan opnieuw zo'n topic openen? Bea topic, psycho topic? Dat is zo wat de vragen gescheiden kunnen blijven. Ja, maar ik kan niet altijd de Q&A meedoen. Kunnen ze dus ook niet verwachten van mij. Wat verwacht jij van 1 Q&A per maand? 2 per maand wil ik dan meedoen. 1 week niet, 1 week wel, 1 week niet. Oké. Okay. Maar ik kan niet ze allemaal meedoen. Dus nu maandag nog niet, volgende week maandag dan wel. Dus ja, dan nu maandag wel en dan volgende week niet en dan die maandag weer wel. Ja, maar van ja, nu maandag, daar zit nog, dat is de enige vraag naar u toe. Ah, ja, dan moet het wel die week erna zijn. Voilà. Dus we gaan dan ook een aparte topic dus maken van Bea uit. Die worden dus ook om de 2 weken gedaan dan. Daar gaat dan ook een datum opgeplakt worden, wanneer dat die topic wordt gesloten, wanneer dat de opnames zijn, daar ga ik er niet in zetten. Want schat, weet je nog die keer dat wij dat geprobeerd hadden elke week? Ja. Toen ben ik afrechts gestorven omdat het voor mij niet ging, hè? Dat klopt. Ik moet ook aan mezelf denken.
Voilà, dat is het ook. Nu, koffietime. Ja, die is ook klaar. Net klaar. Oké. We gaan dan ook nog wat rummikus spelen. Ja, heel veel vandaag. Ik heb er echt zin in, Oh-oh. Romeke. Oké. Dan ga ik ook eens. Waar heb ik mijn sticky gedaan? Zeg, stop, hè. Oh ja, ik zal even gaan kijken. Stop. Dat is meer dan genoeg. Voilà. Dan zien jullie ook eens hoeveel koffie dat ik drink. Ik had hier ergens mijn sticky zien liggen. Gevonden. Mijn selfie Was de stick. melk nog goed? Ja. Maar heb je geluk dat hij niet in de frigo stond? Dat is wel waar. Moet deze aan laten staan? Ja. Dan blijft de koffie lekker warm. Dan ga ik hier de Coprola op installeren en dan Dan een moet ik aan timeslapje. deze kant zitten of aan die kant, maar ik wil dan iets aandoen waar de mensen mijn aankijken zien. Want soms hangt die zo, hè. Ik hou die daar nu Soms is. hangt die zo, hè. Ja, dat weet ik. Dat ga ik nu ook niet laten zien. Dus ik ga die daar opzetten waar de boksen zijn. Dus dan kun je perfect op je oude plaats zetten. Dan zien ze het niet, dan zien ze alleen uw rug. Voilà. Allee mensen, ik zie jullie allemaal Als ik mijn straks nog terug. open, dan zien ze mij decolleté ook nog. Als het zo is, mensen, is er geen timeslap. Als dat niet zo is, is er een timeslap. Zult zo afspreken, goed? Ja, ik moet me toch meestal nog volpakken, maar als je dat ziet dat dat niet zo is, dan mag dat. Oké, voilà. Ik ga nu even alles installeren en dan. Mooie timeslapje, niet van het wandelen deze keer, maar wel van de Rummy Cup wedstrijd. Ja, wedstrijd noem je dat niet. Nee, Ontspanning. dat is gewoon. Wij hebben die papieren gang om te weten wie gewonnen heeft, Ja. zodat we weten wie het dan terug mag herbeginnen. Dat is wel waar. En dat is Even. niet om punten. Dat is wel waar. De boksen ga ik even aan de kant schuiven. Ga je de kabeltjes daarachter inschuiven? Voilà. Dan kan. Maar we gaan toch niet de hele dag timeslaps maken, hè? Nee. Voilà, hier staat hem. En nu ga ik hem monteren. A smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Dames en heren, jawel, de eerste ronde is gespeeld. Beerken heeft gewonnen. We gaan nu op naar ronde 2. Hell yeah, veel kijkplezier.
we lose ourselves, spirit of things, we lose our sight, we put our trust in things of this material world, of things that fade away, yet we keep coming back, keep coming back. Proficiat schat, dat je hebt gewonnen. Jij hebt één keer gewonnen en ik twee keer, denk ik. Ja, jij twee keer en ik één keer. Dan gaan we zelfs opruimen. Ik moet dringend naar de wc toe. Dan ga ik misschien nog een kleine livestream doen. En ze gaat ook nog even bezig worden op de computer. Dus dat is nu wc-tijd. Yay! Zo, na een paar teken Rumikub en ik heb even gelivestreamd op Discord zelf, ben ik hier nu de afwas bezig. Dat moet ook gebeuren. Daarna, wat we dan gaan doen, dat weet ik niet. Dat blijft voor mij nog even een mysterie. Ik geef dat eerlijk toe. En ik wil ook iets samen doen met mijn schatje. Als dat doorgaat, ik weet het niet. Dus maar ja, dat zien we zelfs wel na de afwas. Want ik heb al redelijk wat afgewassen. Hier mijn glazen en tassen heb ik al afgewassen. Voilà. En ja, nu nog de rest. Hè. Een pannetje, borden, ja, noem maar op. Allee. Ik heb nog een en het ander te doen vandaag. Jee. Ik hoop dat jullie wel al van de timeslapjes hebben genoten van Rumikub. Voilà. En voor de rest, ja, weet ik nog niet wat ik ga nog wel verder vertellen, ja of nee. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Wat zie ik hier in één keer passeren? What the hell? Zagen jullie het? Ik ga even moeten runnen, 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 runnen. Joink. Ik weet niet of jullie het zien. Daar vloog een ballon. Daar vloog een ballon. Van waar? Weet ik niet. Maar dat moet wel van dichtbij geweest zijn. Want die hangde nog echt heel laag. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hallo, yo, dames en heren. Ja, we gaan hier wandelen in Geetwet. Dat is dichtbij Rummen. Daar hebben we een wandelroute uitgestippeld van om de beide 6 kilometer. Dus veel plezier weer al met de wandelvlog. Timeslap zal ik zeggen. En ja, daar gaat er sowieso in de lente weer om meer komen. Hè. I wonder where you are.
also misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Aangekomen. Ik hoop dat jullie van de thuislap hebben genoten hier in Rummen Kidsbed. En nu terug richting mijn thuisje rijden. Maar eerst nog iemand even oppikken. Oh, voilà. Snel instappen en go. Daar gaat mijn deur terug toe. Hup, zat erin. Erin. Oei. Mijn nerf valde. Voilà. En dan ga ik vertrekken al. Tot straks allemaal, mensen. Ik heb gehoord dat mijn auto is afgespoten. Voilà, Sam. Hij ziet er weer al toch zo wat schoon uit. Dan ga ik ook eens even kijken als ik haar kant heb gesloten. Nee dus. Deze gaan we nu ook sluiten.
twee DKU's. Oh my god. Een jochie van om de peter 12 jaar is aan het rijden. Een jochie? Ja. Mag dat wel mensen met een ouder erbij? Ik denk het ook nog niet, hè. Dan dacht ik dat ik zware verkeersovertredingen deed. Amai. Als ik dat tegen de politie moet zeggen, dan wil ik dat wel met een boete er niet wordt gedaan, hoor. Dat is een gouden tip wat ik jullie geef. Maar ik zeg niet de ganzen in mijn plaat. What the fuck? Snap ik dus niet. Wat dat allemaal kan hier in België. Wat dat allemaal kan in België, dat snap ik niet. Jan zal er misschien. Oh, sorry. Kak. Alsjeblieft. Heb je gehoord wat ik zei? Kak. Ja, niet te vroeg. Nee, dat heb ik niet gehoord. Allee, ik ga jullie laten. Hallo kijkers, ik ga hier de vlog beëindigen. Ik hoop dat jullie van al de timeslapjes allemaal hebben genoten. Ik ga mijn GoPro op de computer leggen en ik steek mijn vlog pas morgen in elkaar. Dus zoals altijd, zeg ik tot later. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Alsjeblieft, abonneer, abonneer, abonneer. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Dus ik zeg zoals altijd. Yo, 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 yo.